Gemeente, het onderwijs uit onze Dordtse leerregels vraagt onze aandacht weer vanmiddag. We zijn bezig met hoofdstuk 5, vanmiddag aan de beurt artikel 4 en 5. We lezen dat samen even rustig door. Dordtse leerregels hoofdstuk 5, 4 en 5. En hoewel die macht van God, waardoor hij de ware gelovigen in de genade bevestigd en bewaard, meer is dan zij door het vlees zou kunnen overwonnen worden, zo worden nochtans de bekeerden niet altijd al zo van God geleid en bewogen dat zij in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld van de leiding van de genade niet zouden kunnen afwijken. En door de begeerlijkheden van het vlees verleid worden en die volgen. Daarom moeten zij voortdurend waken en bidden dat zij niet in verzoekingen geleid worden. En zo zij dit niet doen, zo kunnen zij niet alleen door het vlees, de wereld en de Satan tot zware en ook gruwelijke zonden vervoerd worden, maar worden zij ook inderdaad door Gods rechtvaardige toelating daartoe soms vervoerd. Zoals ook de droevige val van David, Petrus en andere heiligen die ons in de schrift beschreven wordt, bewijst. En dan nu artikel 5. Met zulke grove zonden vertoornen zij God zeer, vervallen in de schuld van de dood, bedroeven de Heilige Geest, verbreken voor een tijd de oefening van het geloof, verwonden zwaar hun conscientie, hun geweten, en verliezen soms voor een tijd het gevoel van de genade. Totdat hun, wanneer zij door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren, het vaderlijk aanschijn van God opnieuw verschijnt. Het vallen en opstaan van de gelovigen. Het centrum is niet de gelovigen hoor, dat is de trouw van God. Maar toch noemen we het zo, het vallen en opstaan van de gelovigen. Vier dingen. In de eerste plaats, de schuldige afwijking van de genade. Dat is je eigen schuld. In de tweede plaats, de ernstige aansporing tot gebed. Waken en bidden moeten we. Om niet in verzoeking te vallen. In de derde plaats, de bittere gevolgen van de zonde. Zoals dat beschreven wordt in 4a, in 5a. En tenslotte, gelukkig, Gode zij dank, de boetvaardige terugkeer tot God. Dus het gaat over het vallen en opstaan van de gelovigen, van het leven van de gelovigen. Ten eerste, de schuldige afwijking van de genade. In de tweede plaats, de ernstige aansporing tot gebed. In de derde plaats, de bittere gevolgen van de zonde. En in de vierde plaats, de boetvaardige terugkeer tot God. Gemeente, jongens en meisjes, ik begin vandaag met een vraag. Hoe vindt u, hoe vind jij het eigenlijk dat je steeds nog zonde doet? Vind je dat normaal? Zijn we daaraan gewend geraakt van, nou ja, dat is niet anders? Hoe vind je dat? Want dat was niet de bedoeling. Hoe vind je dat, dat je nog zonde doet? Ach, zegt iemand, volmaakt word je nooit. Het zal waar wezen. En een ander zegt, ja, dat is die oude mens van mij. Een kind wat eens een keer in de portemonnee van zijn moeder gedoken was en een heleboel snoep gekocht had bij de winkelier, die zei, ja mama, dat is mijn oude hartje. Ja, dat is zeker waar, ja. Heb je wel een nieuw ook? Weer een ander, die zegt, gelukkig is er geen afval der heiligen, dus het komt best weer wel goed. Er zijn ook mensen die zeggen, ach, onze lieve Heer is de kwaadste niet. Ik geef ieder het zijne, dus het zal wel meevallen. Wat vindt u van die antwoorden? Misschien heb u er nog nieuwe bij. Nou, ik vind ze allemaal verkeerd, die antwoorden. Dat hoort gewoon niet bij het leven uit de wedergeboorte door de Heilige Geest, bij het nieuwe leven voor God. Wie zo denkt, het zou wel eens kunnen zijn dat je dan de Heer helemaal niet kent. En als je God wel kent, dan vind je het heel erg, afschuwelijk. Je hebt er last van, diep verdriet over. Het maakt je ook klein voor de Heer en ootmoedig. In het licht van zoveel liefde en genade van Gods kant. Dat is even wat, gemeente, om God op zijn hart te trappen. Dat je dat elkaar doet en dat gebeurt. Maar God, heeft hij ooit iets kwaads gedaan? God op zijn hart trappen? Paulus zegt,
De zonde is mij de dood geworden. Vorige keer hoorden we al, het leidt tot verootmoediging voor God, tot een ernstige boetvaardigheid. En je neemt de toevlucht tot de gekruiste zaligmaker en je leert ook verlangen naar de volmaaktheid. Gemeente, hieruit kunt u weten of u gelooft. Dan neem je steeds weer opnieuw de toevlucht met je zonde die je doet tot de Heere Jezus en zijn kruis en zijn bloed. Steeds weer opnieuw het toevluchtnemend geloof. Dat kom je heel je leven niet te boven. Nooit kun je een bepaald station passeren. Het blijft steeds weer verdieping in de kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. De Heilige Geest brengt je steeds weer opnieuw bij Christus. Bij het kruis. Ik zou niet weten waar een mens zich dieper voor God buigt in en verootmoedigt en schuld beleidt en de zonde leert haten en ontvluchten dan aan de voet van het kruis. Telkens weer. Dagelijks hebben we toch de kracht van Jezus verzoenend bloed nodig. Nee, je wordt niet steeds hoe langer hoe volmaakter. Integendeel. Met Paulus ga je het beseffen. Niet dat ik het alreede gekregen heb of dat ik alreede volmaakt ben, die volmaaktheid. Maar ik jaag ernaar om volmaakt te zijn. Waartoe ik door Jezus Christus gegrepen ben. Ja, als dat niet waar was, dan konden we echt wel ophouden. En daar gaat het om. Gods trouw. Hij grijpt je vast. En hij houdt je vast. En dat is de volharding der heiligen. Vorige keer zijn we geëindigd met de zekerheid dat de Heere de zijnen bewaart. Gode zij dank. Want we hebben ook beleden dat je in eigen kracht nooit staande kunt blijven. Tegenover al die verleidingen van je eigen vlees, de wereld en de Satan. Maar God maakt zijn werk af. Gods roeping en verkiezing zijn onberouwelijk. God is zo getrouw. Zo groot in zijn trouw. Ieder met wie God begonnen is, die komt thuis. Door het volbrachte werk van Christus. Dat is een troost. De remonstranten, dat weet u wel. Ik ga nou niet iedere keer op die mensen voeteren, dat is trouwens helemaal de bedoeling niet, maar het gaat gewoon om de leer van de schrift. Die leerde dat de volharding der heiligen, dat je dat niet moet zien als vrucht van Gods verkiezing, en ook niet als een gave van God, maar gewoon als een daad van de mens. In diepste wezen hangt dus, hangt het af van je eigen wil. Of je wil volharden of niet, en doe je het niet, nou dan word je toch niet zalig, dan gaat het niet door. Maar dat gaat tegen het Bijbels getuigenis in. Ik denk aan het woord van Paulus in Romeinen 1 vers 8, waar hij schrijft dat het God is die ons ook bevestigen zal tot het einde toe. Om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heere Jezus Christus. Dat zal een dag zijn, jonge vrienden. De dag van onze Heere Jezus Christus. Dan komt Hij om zijn feilloze gericht te spannen, ook over jouw leven. En kun je dan voor Hem bestaan? En dat waar is, dat laten de leerregels zien door de aandacht even te vestigen op een paar hele ernstige gevallen. Ze laten zien hoe sommige kinderen van God helaas diep gevallen zijn. En hoe God hen toch niet losgelaten heeft, maar krachtig bewaard. En nu wil artikel 4 zeggen dat een gelovige toch kan vallen in de zonde. Ondanks de bewaring van God. En artikel 5 onderstreept de bittere gevolgen van de zonde. Artikel 4 zet eerst neer dat God de ware gelovigen bevestigt en bewaart. Lees nog maar mee. 4a. En hoewel die macht van God, waardoor hij de ware gelovigen in de genade bevestigt en bewaart, meer is dan dat zij door het vlees zou kunnen worden overwonnen, zo worden nochtans de bekeerden niet altijd al zo van God geleid en bewogen, dat ze in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld van de leiding van de genade niet zouden kunnen afwijken.
en door de begeerlijkheden van het vlees verleid worden en die volgen. God zou zijn kinderen best zo kunnen leiden dat ze nooit meer in ernstige zonden vallen. Waarom doet hij dat dan niet? Ja. Misschien wel, gemeente, zouden we stinkend hoogmoedig worden. Zo in de trant van, ik? Nee, dat zal, kijk eens wat hier in dat gezin gebeurt. Dat zal in mijn gezin niet voorkomen. Of dat zal mij niet gebeuren. Ik ben een gelovige en dan maak je niet van die gekke bokken sprongen. De Bijbel zegt, wie meent te staan, zie toe dat hij niet valt. Zoals wij soms na zulke waarschuwingen een kind op een bepaald moment maar even zijn gang laten gaan, om het er zelf achter te laten komen, dat de kachel echt waar heet is, zo kan de Heere ook zijn kinderen wel eens een poosje hun gang laten gaan. Tot diepere zelfkennis, verootmoediging, om meer en meer de genade in Christus Jezus nodig te hebben. Dat God zijn kinderen bewaart betekent immers niet dat ze niet in de zonde kunnen vallen, maar hij bewaart ze voor de afval der heiligen. We moeten juist waken om niet in verzoeking te vallen. God handelt in de verlossing niet anders dan in de schepping en in de onderhouding van de wereld en ons leven. Als vader zorgt God voor zijn schepselen, maar wie dat echt beseft, die zal ook juist werkzaam zijn en voor zichzelf zorgen. En de weg van de middelen gebruiken. Je zult goed opletten in het verkeer. En niet roekeloos zijn. Of roekeloos omgaan met je gezondheid. Want wij blijven in alles voor 100% verantwoordelijk. God bewaart ons niet zoals we kostbare voorwaarden in een kluis stoppen. Deurtje dicht, klaar, veilig. Nee, God bewaart zijn kinderen zoals ouders hun kinderen bewaren. Ze laten soms wel het een en ander toe, terwijl toch hun oog op hen gevestigd blijft. God bewaart zijn kinderen niet door hun eigen verantwoordelijkheid uit te schakelen, maar juist door die in te schakelen. En daaruit valt te verklaren dat je als een kind van God soms toch ondanks de bewaring van God diep kunt vallen. En daar noemde Dordtse Leerregels de voorbeelden van David en van Petrus. God heeft in het leven van David niet zodanig ingegrepen dat hij het platte dak niet kon opgaan. De Heere heeft hem niet laten uitglijden over een losliggend kleedje in zijn paleis. En de Heer heeft Petrus niet opeens ziek laten worden, zodat hij het huis van Caiaphas niet binnen kon gaan. Ziet u? Ze waren zelf verantwoordelijk. Onze vaderen hebben het straks wel over geleid worden in verzoekingen, maar ze beleiden hier eerst iets anders. Namelijk dit, dat zij, Gods kinderen, in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld van de leiding van de genade helaas afwijken. En door de begeerlijkheden van het vlees verleid worden en die volgen. En dat is niet best. Treffend verwoord, waar begint het mee? Niet dat het zo zielig is dat Gods kinderen soms zomaar opeens verleid kunnen worden. Nee, als eerste noemen zij dat Gods kinderen door hun eigen schuld van de leiding van de genade afwijken. Dat is even wat. Daar begint het mee. Afwijken van de leiding van de genade van God. David zou niet door de schoonheid van Bathseba getroffen zijn als hij op zijn plaats geweest was als koning aan het front in de strijd. Hij zou niet verleid zijn geworden als hij net uit de binnenkamer gekomen was en daar ernstig geworsteld had voor het heil van zijn soldaten aan het front. Petrus zou niet gevallen zijn als hij die hoogmoedige gedachten van hemzelf niet had vastgehouden en dat hij Christus niet verloochenen kon. Petrus had zich moeten laten leiden door de waarschuwing van de Heere Jezus. Dan zou hij niet gevallen zijn. Zijn eigen schuld. En als we dat beseffen, gemeente, wie van Gods kinderen durft dan nog
te menen dat hij wel vaststaat. Dat afwijken van de leiding van de genade van God gebeurt soms zo gemakkelijk. Het gebeurt door het toelaten van een bepaalde zonde in je persoonlijk leven. Of in je gezin. Of omdat we geen narigheid willen hebben. Het gebeurt door de drukte waardoor je gebedsleven verschrompelt en je het nalaat of het even snel afwerken. Doe het dan niet. Want dan heb je er helemaal niks aan. Het gebeurt als we Gods woord niet ter harte willen nemen. Of het wegdrukken of boos worden als het tegen onze wil ingaat. En hoe gaat het dan als we die leiding van de genade niet krachtig in ons laten werken? Dan kan een bepaalde boezemzonde die door de leiding van Gods genade haar kracht verloren had in ons leven, soms zomaar opeens weer de kop opsteken. We spelen ermee in onze fantasieën en de boezemzonde die verschrompeld was tot een klein kefhondje wordt weer opeens een enorme leeuw. En deze volgorde zien we ook heel treffend in het leven van Simson. Hij zocht Delila zelf op. Hij speelde met haar. En liet spelen met zijn haar. En zo ging hij spelen met zijn geheim. Dat hij een Nazireër van God was. En die geweldige kracht van God ontvangen had. En zo werd hij meer en meer door de begeerlijkheden van het vlees verleid. Dat was het eerste. De schuldige afwijking van de genade. En we zingen nu of de Heere ons niet in verzoeking leidt. Uit de gezang 7, vers 7 en 8. Het gebed des Heeren, vers 7 en 8. We hebben gelet op de schuldige afwijking van de genade en nu de ernstige aansporing tot gebed. Dat is het tweede stuk van artikel 4. Daarom moeten zij voortdurend waken en bidden dat ze niet in verzoekingen geleid worden. En zo zij dit niet doen, kunnen ze niet alleen door het vlees, de wereld en de Satan tot zware en ook gruwelijke zonden vervoerd worden, maar worden zij ook inderdaad door Gods rechtvaardige toelating daartoe soms vervoerd. Zoals ook de droevige val van David, Petrus en andere heiligen die ons in de schrift beschreven wordt, bewijst. De ernstige aansporing tot gebed. Niet alleen in verband met de wederkomst van Christus, maar ook met dit leven zelf worden we als gelovigen opgeroepen om te waken en te bidden. In deze heidense verworden tijd waarin wij leven, moeten christenen niet in slaap vallen, maar wakker zijn en nuchter zijn. Het viel me op dat in het Nieuwe Testament dat waken voortdurend in combinatie genoemd wordt met bidden. Als we slapen, bidden we niet. Maar wie wakker is en de gevaren ziet, die zal bidden om de genade van de Heilige Geest en de bewaring van God. Leid ons niet in verzoeking. We hebben het net gezongen uit het Onze Vader. Heere, u die mijn leven leidt. U die mijn zwakheid kent. U die alle gevaren kent en alle verleidingen. O geef, Heere, dat ik er niet in omkom of onderga. Bewaart u me, Heere, en houdt u mij vast. Zo leidde God Jozefs weg door het huis van Potifar heen. En die Potifar die had een vrouw. En Potifar was een gesneden mens. Dus die vrouw die werd niet eigenlijk als huisvrouw in de huwelijksgemeenschap. Daar werd ze niet in benodigd. En dan kun je allerlei begrippen opbrengen voor die vrouw. Dat ze seksueel van spoor wil raken. Maar Jozef heeft er dan toch maar mee te maken. De Satan komt daarmee om hem te verzoeken en van God af te trekken. Maar wat doet Jozef? Hij waakt en hij bidt. Zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? En hij vlucht gewoon weg. Hij laat zijn kleed in de handen van die vrouw.
Gemeente, Satan die weet zo goed hoe hij ons krijgen moet. Seks en geld. Macht soms ook, maar seks en geld, dat zijn twee dingen waar heel veel mensen door struikelen. Wat denkt u van de kredietcrisis? Ja, zegt u, dat zijn economische omstandigheden, dat komt door de hypotheken in Amerika en dat... Ja, het hele zaakje valt een behoorlijk in duigen. Misschien hebben we ook wel een bedragje uitstaan in, nou, het zal niet in IJsland zijn, maar misschien denkt u ook, nou, straks ben ik mijn centjes kwijt. Daarom, je hebt je leven nog. En als je van God bent, dan heb je alles. Maar dacht u niet dat dit ook een ingrijpen van God is in onze wereld? Naomi zei vanmorgen, zo hoorden we, de hand van de Heere is tegen mij uitgegaan. Voelen wij dat nog? Als er zulke dingen gebeuren, of zeggen we dat louter, oh, dat is economie, daar heeft God niks mee te maken. Of regeert hij in deze wereld? Heeft hij er niet mee te maken gehad dat de Berlijnse muur viel? Dat de apartheid in Afrika ophield? Heeft hij niet te maken met de ontwikkelingen in de wereld? En met de president van Amerika die straks gekozen moet worden? Mogen we trouwens ook wel in de voorbeden brengen. Want er is zoveel van afhankelijk in deze wereld. Heeft God niet te maken met die kredietcrisis? Natuurlijk heeft God daarmee te maken. Mensen zijn niet slim geweest of dom geweest of hoe moet je het noemen. Maar de Heere laat ons zien hoe onzeker, hoe ongestadig de rijkdom van het geld is. En dat er maar één ding is met echt houvast. En dat is het eigendom van Christus te zijn. Heere, leid ons niet in verzoekingen. Als je God vreest, word je bang voor verzoekingen, voor zonden. En zolang je maar dicht bij de Heere blijft, gaat het goed. Maar zodra je van die leiding van de genade afwijkt, gaat het mis. En als wij menen te staan en menen niet te zullen vallen, dan gaat het mis. Want dan breekt God gewoon onze benen. Dat zie je bij Petrus en bij David. Petrus dacht te staan. Ik ben beter dan alle andere discipelen, heeft hij gedacht. Echt gedacht. Heren, al zullen, het heeft hij nog gezegd ook. Al zullen ze u allemaal verlaten, ik niet. Ik blijf getrouw. Nou, dan sta je hoog met jezelf. Ik zal mijn leven voor u zetten. Maar de Heer Jezus waarschuwt. Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Nou, daar is Petrus wel achter gekomen. Hoe zwak hij was. Niet voor niets schrijft hij juist in zijn brief. Zijt nuchter en waakt. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw om alles te verwoesten. Maar wederstaat hem, vastzijnde in het geloof. David wordt verschillende keren de man naar Gods hart genoemd. Maar hij is wel in staat geweest tot een moord op Uria en overspel met Bathsheba. Petrus de rotsman blijkt een speelbal te worden van Satan. Hoe kon het nou toch zo ver komen met deze mensen? Wel, ze verslapten in het waken en bidden. Ze overschatten zichzelf. Het zijn niet voor niets juist de groten, die wij groten noemen, die zo diep kunnen vallen. Van David zeiden we, nu hebben ze nog eens een koning. En Petrus leek de ijverigste en de trouwste en de meest gelovige discipel. En als dan Petrus en David ook zichzelf nog eens die kwalificaties toedichten, dan wordt het waken en bidden minder. En voor ze er erg in hebben, zijn ze in een reusachtige diepte gevallen. Zo ging het met Petrus en David en zo gaat het vandaag nog. De aanvallen van Satan, gemeente, zijn altijd verrassingsaanvallen. Eén ogenblik van onbedachtzaamheid kan maken dat men jaren schrijdt. Waakt en bid. We moeten ook voor elkaar waken, over elkaar waken. Elkaar waarschuwen als je iemand de verkeerde kant ziet opgaan. Niet uit bemoeizucht, maar uit liefde. En zorg voor zijn bestwil. De zonde kan zo'n greep op iemand hebben dat je het ergste vreest. Er zijn genoeg voorbeelden van verharding. Dan raken de vermaningen mensen niet meer. En sommigen beroepen zichzelf nog op bijbelteksten. En ze zeggen, ja, maar in de Bijbel staat ook dat David een man naar Gods hart Bathsheba inpalmde. Ja, inderdaad, maar dat heeft hij wel geweten. Al heeft God dan zijn zonde weggenomen.
Hij is jarenlang daardoor geslagen. En dat is een levenslange nood en wond heeft dat veroorzaakt in zijn leven. God kan het dan toelaten dat zijn kinderen onderuit gaan in zware gruwelijke zonden. Maar dat niemand van dat toelaten van de Heere iets kwaads zeggen, want artikel 4 spreekt terecht over Gods rechtvaardige toelating. Hij wil de zonde niet, maar we hebben wel onze eigen verantwoordelijkheid. God gaat de rechte weg, ook als zijn kind, als hij zijn kind aan eigen inbeelding overlaat. En als wij afwijken, en dan moeten we, wie niet horen wil, die moet maar voelen, zo ging het met Israël ook. En beleiden en geloven dat we er in eigen kracht niets van terecht brengen. En terug naar God als een afhankelijk mens die geleerd heeft, wie ben ik toch in mezelf? Kijk maar naar het doel dat God ermee heeft. Namelijk om ons de dwaasheid van de hoogmoed af te leren. En anderen te waarschuwen. Dat was het tweede. De ernstige aansporing tot gebed. En nu het derde, de bittere gevolgen van de zonde. We lezen artikel 5a. Met zulke grove zonden vertoornen zij God zeer, vervallen in schuld van de dood, bedroeven de Heilige Geest, verbreken voor een tijd de oefening van het geloof, verwonden zwaar hun consciëntie en verliezen soms voor een tijd het gevoel van de genade. Ernstige zonden hebben grote gevolgen, gemeente. Als gelovige zondig je niet goedkoop. Gekocht door Christus bloed. O, gij zij duur gekocht, schrijft de apostel. En daarom noemt artikel 5 tot waarschuwing 3 ernstige grote gevolgen. In de eerste plaats met die grote zonden vertoorn je God. In de tweede plaats, je berokkent anderen schade. In de derde plaats, je wordt er ook zelf innerlijk door beschadigd. Je vertoornt God. Eerste verhouding met God. Juist de gelovigen weten hoe erg het is onder de toorn van God te moeten zijn. Dan ervaar je, ik heb God tegen. De hand van de Heere is tegen mij uitgegaan, zegt Naomi. En dat besef je als geen ander. Wie maar iets beseft van de ernst van de zonde, die ziet het verdriet dat God daarvan heeft, gemeente. En daar gaat het om. De toorn van God is het gevolg ervan. Ernstige straffen. Want er is niet alleen de eeuwige straf. Maar er zijn ook tijdelijke straffen. Denk maar aan David. Die zware straf die hem treft na de zonde met Batseba. We hebben dat gelezen, dat gedeelte. Dat is niet niks. En als je dan verder leest, dat kindje sterft. En voor het sterft ligt David een hele nacht op de aarde. Wat hebben ze pijn ondervonden. En dat was nog maar het begin, want dat zwaard dat zou van zijn huis niet wijken. Ondanks dat God zijn zonde wilde vergeven. Maar gemeente, dan blijft toch waar. Wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. De Heere verbergt zijn aangezicht. Je mist alle troost en nabijheid van de Heere. Door een slordige levenswandel vertoorn je God. Dan wordt God weer boos op je. En je komt terecht in twijfel en in wanhoop. En in ieder geval in een fundamentele geloofsonzekerheid. In een crisis. De toorn van God. Hoe erg is het als je iemand echt lief hebt en die is boos op je geworden? Dat treft dieper dan wanneer een vreemde in het verkeer zijn vuist opsteekt of met zijn vinger naar zijn voorhoofd wijst. Wat kan een kind diep getroffen worden door de rechtvaardige toorn van vader en moeder? Dan is het alsof moeder nooit meer kan glimlachen. En alsof vader nooit meer je vriend kan zijn. En ja, je hebt het verdiend. Zo heeft David in Psalm 51 gezongen. Gods gramschap dubbelwaardig te zijn. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw
oog. En weet u wat er ook gebeurt in de verhouding naar God toe? Het staat in het artikel, dan is er een bedroeven van de Heilige Geest. Heel treffend wordt de situatie beschreven in de Heilige Oorlog van John Bunyan. Kent u dat boek? Prachtig boek. De Heilige Oorlog. Stad Mensziel komt opnieuw onder de invloed van Beelzebul. Omdat de inwoners slordig zijn gaan leven. Er kwam zelfingenomenheid. Er was geen behoefte meer aan het contact met de Heilige Geest. De schrijver. Zijn werking werd niet gezocht. En zo kon Beelzebul met zijn handlangers weer binnentreden. En zijn schrikbewind gaan uitoefenen in stad Mensziel. En ineens wordt Mensziel wakker. Maar prins Emmanuel blijkt allang vertrokken te zijn. En toen zochten ze toegang tot de Heilige Geest, maar de Geest hield zich stil. De Geest verlevendigde hun gebeden niet. Ze hebben de Geest bedroefd. De Geest versterkte hun geloof niet. De Geest hield zich in zijn werking. De Geest antwoordde niet op al hun smeekbeden. Dat is de werkelijkheid van ons leven. Als wij bewust aan de zonde een plaats geven en ons geweten maar een beetje geruststellen, dan bedroeven we de Heilige Geest. En zonder de Geest van God in ons kan het geestelijk leven toch niet bloeien. Dan komt de duisternis terug. Dan verliezen we het zicht op de genade van God. Dus die grove zonden, die verwoesten de verhouding met God. Maar ook de verhouding met onze naasten. Door een zondige levenswandel wordt niet alleen de verhouding tot God verbroken, maar ook tot onze naasten, want onze naaste leidt schade. Hij wordt getroffen en meegesleurd in de zonde, of buiten eigen schuld benadeeld. Mensen zijn soms levenslang beschadigd. We zijn nu eenmaal niet alleen op deze wereld. In het Nieuwe Testament wordt vaker gewaarschuwd omdat zonden, de zonde van deze of gene, zelfs de hele gemeente schade kunnen berokkenen. Bovendien het gedrag van de kerk en het gedrag van kerkmensen, van gelovigen, is voor buitenstaanders, of kan het zijn, een middel om de kerk te verlaten, om er helemaal niet op in te gaan, of zich te bekeren en tot God te wenden. Wie positief iets uitstraalt van de liefde van Christus, kan soms anderen zo meenemen. En hoeveel mensen zijn er niet weggegaan of weggebleven uit de kerk door het wangedrag van kerkgangers, wat ze niet konden verwerken. En Gods naam werd erdoor gelasterd. Je kunt praten en preken en evangeliseren zoveel als je wil, maar als je gedrag niet overeenstemt met je woorden, dan blijft het gewoon onvruchtbaar. Door onze zonde doen we anderen schade, gemeente. Let maar op David. Hij ging fout met Batseba. Ze wordt een voorwerp van lust. Willekeurig in Davids handen overgeleverd. En daarin is ze beschadigd. Ze raakte in verwachting. En haar kind sterft. En David probeerde zijn fout te herstellen door Uria listig naar Jeruzalem te laten komen. Uria kon dan later denken dat zijn vrouw in die nacht dat hij in Jeruzalem geweest was, van hem in verwachting was geraakt. Maar Uria doet heel wat nobeler dan David. Uit respect voor zijn collega's aan het front weigert hij zelfs zijn huis in te gaan. En zo kunnen de sporen van Davids zonde niet uitgewist worden. En toen bedacht hij het plan om in de strijd ongemerkt Uria vooraan te zetten, om hem te laten verdwijnen. Dan is hij een van de eersten die zal sneuvelen. En zo suste David zijn geweten. Het ging er om het koningschap. Je zou zeggen, het ging er om het koningschap niet tot prooi van de boulevardpers te laten worden. En hij vermoordde Uria niet zelf, maar hij laat hem vooraan stalen in de strijd, zodat hij toch getroffen wordt door een dodelijke pijl. Wat een opeenstapeling van zonde. God is verdorend, de geest is bedroefd, zijn naaste is beschadigd. Je zou zeggen, wat een smerige vent.
Die heeft het nou echt verdiend om verloren te gaan. Ik ook. Al heb ik niet letterlijk gedaan wat David deed. U niet? Maar gemeente, niet alleen God wordt vertoornd. Niet alleen je naaste wordt beschadigd, maar je wordt zelf ook beschadigd. Daar wil ik nog wat van zeggen. Om tenslotte met dat laatste van de wederkeer te eindigen. Maar we zingen nog een keer. En nu uit Psalm 51 in het belijden. Dat is ook een psalm van David waarin hij zijn zonde belijdt. 51 vers 1 en vers 2. Door grove zonden verwekken we niet alleen de toorn van God. En doen we onze naaste schade. Maar we doen ook innerlijke schade aan onszelf. Artikel 5 noemt het vervallen in de schuld van de dood. Nee, dan kun je niet gauw even teruggrijpen op de vergeving van zonden die God je vroeger geschonken heeft. Als God toornig is, kun je niet zeggen, ja, maar heren, dat kunt u toch eigenlijk niet maken, want u hebt toch gewoon mijn zonden vergeven. Nee, maar wij hebben opnieuw van alles opgeworpen tussen God en ons. Je voelt dat deze zware zonde eigenlijk nog veel erger is. Je hebt niet alleen tegen God gezondigd, je hebt tegen je vader gezondigd. Die je uit genade uit de modder heeft gehaald en je heeft geadopteerd tot zijn kind. Je hebt niet alleen toch tegen Gods heiligheid gezondigd, maar je hebt ook tegen Gods liefde en tegen Gods barmhartigheid gezondigd. En je voelt dat God geen onrecht doet als hij er nu echt een punt achter zou zetten. Een tweede schade die artikel 5 noemt is dat we verbreken voor een tijd de oefening van het geloof. Wat is dat? Dat is net zoals een huwelijk zonder contact. Je slaapt in hetzelfde bed, je eet aan dezelfde tafel, maar er is geen lieve blik meer. Je kijkt elkaar niet meer in de ogen, je omhelst elkaar niet meer. Er is geen vraag meer aan elkaar, joh, kom eens even dicht bij me, laat me jou eens even knuffelen. Wordt kil, er is geen luisterend oor, het gesprek verstilt en de kilte dooft het vuur van de liefde. En daar moet je maar eens goed op letten, gemeente. We mogen ons best heel indringend afvragen wanneer we voor het laatst als man en vrouw, als we nog samen mogen zijn, elkaar diep in de ogen hebben gekeken en ons hart is volgestroomd met liefde en dankbaarheid. Nou, dat is nu in het geloof ook zo. Wanneer hebt u voor het laatst dat echte, levende contact met God gehad? Hoe lang is het geleden dat u echt dorstte naar God? En dat u uitriep, o Heere mijn God, ik zal u hartelijk lief hebben, ik kan u niet missen. En dat u in verwondering gezongen hebt, mijn God, u zal ik eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. Hoe lang is het geleden? Is het misgegaan? Waar? Wanneer? Dan ontdek je dat het misschien al lang geleden is geweest dat de woorden van Gods genade je te binnen zijn gebracht en dat het de gebedsleven werd versterkt. En dat hij tere indrukken gaf onder de preek. Lang geleden dat je echt uit de kerk kwam en dat je mocht zeggen, heerlijk om onder het woord te zijn. Mijn beker vloeit weer over. En je ontdekt dan dat dat niet in de prediking zat. Nee, ik dwaalde zelf af van de leiding van de Heilige Geest en de genade van God. En daarom verdwenen de oefeningen van het geloof. En daarom werd bidden een sleur als gevolg van misschien het aanhouden van een bepaalde zonde. Zo is het ook in je natuurlijke leven, toch? Stel u zich eens voor dat ik er nog een vriendinnetje op na zou houden. Naast mijn vrouw bedoel ik. Dan zou ik toch mijn vrouw niet meer openlijk en hartelijk in de ogen kunnen zien en omhelzen. En dan kun je je geweten sussen door iedere week een hele dure bos bloemen mee te brengen. Maar dat maakt het natuurlijk niet goed. Want die andere vrouw die schuift er dan steeds tussen. Maar zo is dat geestelijk ook. Christus wil zijn bruid alleen hebben. Die ene zonde die ik aan de hand hou, die komt tot tussen God en mijn ziel in te staan. En je kunt je op alle andere punten heel ijverig inzetten, maar er zijn geen geloofsoefeningen meer. Het leeft niet, het tiert niet, het wordt kil, het verstilt, het bevriest. Het wordt dood en koud in je hart. En het loon, zegt
Dit artikel is een toornend God en een bedroefde geest en een zwaar verwond geweten en het verliezen voor een tijd van het gevoel van de genade. Zoals David heeft verwoord in Psalm 32, toen ik zweeg werden mijn beenderen verouderd in mijn brullende ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Toen David nog niet tot dat belijden van zijn zonde kwam, toen brulde in zijn binnenste zijn leven als een gewond dier. Hij werd dag en nacht geplaagd door onvrede en door angst. Het was niet goed met God. Hij voelde Gods hand zoals iemand die gestolen heeft bang is voor het moment dat de politie een hand op je schouder legt en zegt: kom maar eens mee naar het bureau. David voelde zich niet lekker. Het leek wel of hij pijn in zijn botten had, alsof hij helemaal uitgedroogd was. Enerzijds was hij het gevoel van de genade kwijtgeraakt. En anderzijds had hij zijn geweten zwaar verwond. Dag en nacht plaagde zijn geweten hem. Is er iemand die in de zonde leeft? Beleid het zo snel mogelijk. Want je gaat eraan kapot. Het is zo bitter. David had gewetenswroeging. Het veroordeelde hem. Het benauwde hem, het maakte hem angstig, uitgedroogd, vastgelopen met zichzelf. Totdat hij boetvaardig terugkeerde tot God. En daar eindig ik nu de preek mee. De boetvaardige terugkeer tot God, dat is dat laatste stukje van artikel 5. Totdat hun, wanneer zij door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren, het vaderlijk aanschijn van God weer opnieuw verschijnt. David komt toch tot boetvaardigheid. Mijn zonde maakte ik u bekend. En mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. En ik zeide, ik zal belijdenis doen van mijn overtredingen. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Petrus komt ook tot berouw. En Petrus naar buiten gaande weende bitter. En aan het meer snikt hij, Heere, gij weet alle dingen. Ik heb u 3 keer verloochend. Maar toch weet u ook dat ik u lief heb. En dat brak zijn hart. Boetvaardigheid is het begin van het herstel van het gehele geloofsleven. Terugkeer naar God. Berouw komt na de zonde. Alleen vanwege de gevolgen? Nee. Maar omdat we er God verdriet mee gedaan hebben. En hoe kwam Petrus tot berouw? Zag hij in dat het toch wel al te gek was wat hij gedaan had? Nee. Jezus zag Petrus aan. En in die liefdevolle ogen van de lijdende borg zag hij de smart van zijn eigen zonde weerspiegeld. Het was Jezus die hem terugbracht. Het was de goede boodschap in Moab. Die Naomi deed besluiten om terug te keren naar Bethlehem. En hoe kwam David zover? Tot berouw? Nam hij een verstandig besluit en zei die: kom, laat ik nu maar eens een keer alles gaan belijden. Nee, God stuurde Nathan, we hebben het gelezen. God is weer de eerste. En de laatste. De eerste in zijn opzoekende liefde en de laatste in zijn bewarende trouw. God doorbreekt de macht van de zonde. God zoekt hem op. De geest die zij bedroefden, bracht hen weer tot droefheid naar God, tot echte droefheid. Wat is het verschil met niet echte droefheid? Wel, in dat laatste geval wil je alleen verlost worden van de gevolgen van de zonde, van de straf. Maar in dat eerste geval belijden wij echt met smart en berouw de zonde tegen God. En we zeggen: Heer, ik ben het wel waard, maar straf mij niet ongenadig zoals een vader doet. Want gemeente, dat is toch wel heel bijzonder, moet ik zeggen. God straft zijn kinderen niet als rechter, maar als vader. En wat is nu het geheim bij zo'n vader-kindrelatie? Als je ziet dat je kind echt berouw heeft en snikkend naar je toe komt, dan druk je dat kind tegen je aan. En je zegt: stil maar, kind. Het is nu alles weer goed. En daarom eindigt artikel 5 in het geheim dat het vaderlijke aanschijn van God ons weer opnieuw verschijnt.
Verlang je daarnaar? En waarom komt het dan toch weer goed met God? Wel, God zoekt ons niet op omdat wij zo goed zijn, maar omdat Hij zo goed is. Omdat Hij niet kan laten varen het werk van zijn handen. En dat is het diepe geheim en dat is de volharding der heiligen. Gods trouw. Een echte vader kan zijn kind nooit blijvend afwijzen. Het kan een tijd zijn dat je je kind wat laat aanmodderen. En dat je zelfs geen contact zoekt. Maar je denkt voortdurend aan je kind. Je bidt ervoor. Je laat het niet vallen. En als het ontdekt wat het gedaan heeft, ervaart het opnieuw. Ik ben het niet waard om uw kind genoemd te worden. En zo is het nu met de Heer. Die al de zijnen tot zijn kinderen heeft aangenomen. Hij laat ze niet meer los. En daarom zegt artikel 5 dat Gods kinderen voor een tijd wel de oefeningen van het geloof kunnen kwijtraken. Maar er wordt niet gezegd dat zij het geloof kunnen kwijtraken. Het geloof zelf. Het geloof kan niet verdwijnen, want dat is Gods gave. Alleen, dat geloof wordt dan niet beoefend. Het leeft niet. Het werkt niet. De zegeningen worden niet ervaren. Maar gemeente, zo sterven Gods kinderen niet. Wie sterft in zijn zonde, die gaat verloren. Hoe diep Simson ook zondigde. En in zijn levende beoefening van het geloof kwijtraakte. Hij is uiteindelijk toch teruggekomen. Met God. In orde gekomen. En voor God gestorven. God brengt tot bekering. Gemeente, we gaan eindigen. Als hier iemand is die God nog niet kent. Dat is trouwens ook een belijdenis, gemeente. Zoek het leven. In de Heer Jezus. Want Hij zegt, ik ben het leven, de weg, de waarheid. Wie in mij gelooft zal leven. En u weet, u die weet dat God met u begonnen is, let op de thermometer van het geloofsleven. Hoe is het met de oefening van het geloof, met de groei van het geloof? Leeft het, glanst het, werkt het? Is het levend? Leven met God, in de nabijheid van Christus, als een rank in de wijnstok, blijven in Hem. Speur op welke zonden verwijdering teweeg brachten. En pleit op Gods trouw en genade en langmoedigheid en zijn verbond. En u die het levende geloof steeds ervaren mag, bid om een teer geweten, om goed te mogen letten op de leiding van Gods genade, zoals dat hier genoemd wordt. Laten we vrezen voor de zonde. En zeg nooit als je in de zonde valt, is het toch ook weer niet zo verschrikkelijk, want uiteindelijk komt het toch goed. Er is toch volharding der heiligen. Daar is dit niet voor gegeven. Dat hebben Petrus en David anders ervaren. Ze hebben gekreund en gekermd van spijt en berouw vanwege hun zonde. De zonde maakt alles kapot. De verhouding tot God en tot je naaste en helemaal jezelf ook. En daarom, gemeente, steeds opnieuw naar de Heere toe. Naar anderen, naar jezelf. Doe het werk van een christen, lijk op je meester, gezalfd met zijn geest, om zijn naam te belijden en je leven in zijn dienst aan hem te wijden. En hartstochtelijk tegen de zonde te strijden. Gelukkig, God houdt zijn kinderen vast, ze zullen niet verloren gaan. In der eeuwigheid, we mogen geloven in de volharding der heiligen. Want Hij laat niet varen het werk dat zijn hand begon. Geprezen zij deze trouwe God. Amen.